Ja, aan mij de bijzonder moeilijke taak om deze wedstrijd te analyseren met de trainers. Ik denk dat zij dat beter kunnen dan ik. Ik ben in werkelijk alle staten geweest in deze wedstrijd. En ik denk dat het publiek in het algemeen ook in alle staten geweest in deze wedstrijd. En ik wil allereerst een applaus voor beide trainers. Jan Flap, Jan Veldhuis. Deze heren hebben er toch voor gezorgd dat er twee ploegen vanmiddag te zien waren die vol voor de winst gingen. Jan Flap. Volgens mij had je nog kleur toen je begon, dacht ik. Maar die kleur uit je haar is weg. Ja, wat moet je ervan zeggen? Als je drie keer achterkomt en je komt drie keer terug en je wint met 4-3. Dan kan je alleen heel erg blij wezen met hoe je team het heeft gedaan. En ja, we hadden maar één opdracht, was vandaag winnen. En je weet ook van, loop je er tegenaan dat DWS wint. Ja, dan hadden ze hier nu Polonaise aan het lopen geweest. Want dan heb je het kampioenschap binnen. En zo dicht ligt het bij elkaar in deze hoofdklasse C. Zo dicht ligt het inderdaad bij elkaar. Jan, heb je in de kleedkamer je spelers een beetje kunnen oppeppen voor volgende week? Ja, nou ja, je zit eerst met de teleurstelling van dit resultaat natuurlijk. En ja, dan is het eerst een kwartiertje schelden en tieren en gek doen. En ja, dan na een kwartiertje komt ook wel weer dat besef van jongens, eigenlijk leven we nog. En dat klinkt een beetje raar. Wij hadden ook niet op Excelsior gerekend vandaag. We hadden zoiets van joh, tijdens de wedstrijd ook van pak dan het punt. Dan doen we het in ieder geval dat nog goed. Alleen dat zat er vandaag eigenlijk ook niet in. Het is net wat Jan zegt, je komt drie keer op voorsprong. En alleen we geven het iedere keer toch vrij knullig uit handen. En nou gaat er altijd wat mis hoor bij een goal, dat zal Jan ook zeggen. Maar er gingen bij ons toch wel wat dingetjes mis bij de doelpunten. Ik moet zeggen, we hadden voor de wedstrijd het over die uitspraak van Mark Lammers. De winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Je had een duidelijk vooropgesteld plan, dacht ik. Want je pakt de DVS behoorlijk aan, tenminste jouw ploeg. Ja, zelf mag ik niks doen, dus ik ben heel handen en voeten gebonden. Maar we hadden inderdaad hele duidelijke afspraken gemaakt van hoe we het wilden hebben. En je weet waar met name de voetbalkwaliteit van DVS liggen en wat je graag dan eruit wil halen. En ik denk dat mijn groep dat heel goed heeft gedaan met doordekken. Ik denk dat de sleutelwoord is geweest. Doordekken, ben je het daarmee eens, Jan? Nou ja, wij spelen over het algemeen vrij dominant en zijn vaak de bovenliggende partij. Dat waren wij de eerste helft niet. Alleen vond ik niet dat we wat weggaven. Die goal die we maken was een prachtige goal. Schiet die jongen gewoon geweldig binnen, maar een echte kans was het niet. En wij hadden met name voor rust de 3-1 op de schoen. En ja, dat zijn toch wel vaak bepalende momenten in een wedstrijd. Schiet je die bal erin, zit je toch wat ontspannender in de kleedkamer. Nu is het 2-1 en kan het eigenlijk gewoon nog alle kanten op. Dus ja. Misschien dat er achterin ook iemand is die een vraag zou willen stellen aan een van de trainers. Maar misschien een beetje respect ook. Luistervaardigheid, hè? Jan, dat is toch ook wat. Jan, ik moet je wel van harte feliciteren met een ploeg die toch een wedstrijdinstelling heeft. En daar staat Harkemaarse Boys, de Harkieten, die staan er natuurlijk wel bekend om. Maar het is wel heerlijk om daarmee te werken, of niet? Ja, dat is voor een trainer is dat heerlijk. En daarom baal je ook als een stekker dat je afgelopen weken Excelsior in de weken voor gewoon het niet thuis hebt gegeven. En ik denk dat wij tegen afgelopen woensdag een hele zware wedstrijd hebben gehad tegen ACV. En als de jongens zo fris en fruitig op het veld staan, dat doet mij als trainer wel heel veel deugd. Ja, waar ging het volgens jou? We komen met 3-2 voor. Edmund Mijnheer, notabene, de aanvoerder met een granieten hoofd. Iemand die ervan droomt, die s'nachts om 4 uur gillend wakker wordt van het moment. 3-2 voor DVS. En dan? Ja, toen moesten we nog een stukje. Nou ja, dat is het. Je krijgt een vrije trap tegen zo rond de middenlijn. En vervolgens kom je met je kont in de 16 te hangen. Terwijl wij zoiets hebben van, joh, probeer een meter of 8-9 hoger te gaan staan. Ja, dan kan een bal een keer verlengd worden, maar dan valt hij niet bij de tweede paal binnen. En dat is een klein beetje gochme. En dat mis je bij die derde goal gewoon. En dan kun je heel erg kort van je voorsprong genieten. En dat is toch een domper geweest. En dat merkte je ook wel een beetje aan de ploeg, vond ik. Maar nogmaals, dan is het 3-3 en is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. En vervolgens komt die 4-3 weer uit een ingooi van ons. Dus dat gebeurt ons vaker. Je komt, Jan, natuurlijk uit een situatie. Je zit in de finale van de districtsbeker. Van harte gefeliciteerd daarmee.
En vervolgens doe je ook uitspraken van, ach, nou, die competitie, dat is wel bekeken, hè? Bliksem. En wat kom je hier doen? Gewoon met een 4-3 overwinning weglopen. Dat kan niet, Jan. Ja, je moet heel eerlijk wezen, en dat zal Jan ook beamen, de eerstvolgende wedstrijd is het meest belangrijke. En dat moet je ook als trainer zeggen, maar laten we eerlijk wezen, je bent natuurlijk een heel jaar bezig met een kampioenschap. En dat is hetgene waar je op focust. En het was absoluut niet dat wij vorige week al hebben de handdoek hebben gegooid. Alleen, ja, dat ga je natuurlijk niet hard op zeggen. Maar nee, die jongens die ik van de week in de ogen gekeken en die hadden een heel duidelijk iets wat ze willen. En dat is zeker niet met de na-competitie in. En dat is wel een heel iets moois als jongens dat zelf in de gaten hebben. Want laten we eerlijk wezen, op het laatste, we wisselen heel aanvallend. En uiteindelijk mijn spits zou nog in de laatste linie terugkomen. En ik hoor gewoon een hele groep roepen van trainer, laat hem maar staan. Nou, dat zegt genoeg over de groep, hoe ze wilden. Nou ja, dat voor hetzelfde loop je het op. Ja, dan krijgt DVS net zoals vlak voor rust 200% kansen. En nou kregen wij ze op laatst nog. Maar ja, voor hetzelfde op een stand van 3-3 speel je nog met 4 spits en 3 man achterop. Ja, voor hetzelfde loop je het op. En dan is het hier kampioenschap. Het publiek is wel de grote winnaar, denk ik, van vanmiddag, Jan. Maar DVS niet. Nee joh, nee. Ja. Ik had liever foeilelijk 0-0 gespeeld. Maar ja, dat zulke dingen gebeuren. Het hoort ook een beetje bij het voetballen natuurlijk. Maar nogmaals, we leven nog. En nou ja, volgende week moet het gebeuren op Urk. En nou ja, misschien moeten we nog een keer tegen Harken, maar dan doen we dat. En liever niet, maar als het moet, moet het. Ja, dan wordt het wel heel erg druk voor jullie. Hè? Die finale van de beker die komt er ook nog even tussendoor. En dan beslissingswedstrijd tegen DVS, want dat gaat het natuurlijk gewoon worden. Ik had gisteren de jongens een complete mail gestuurd van het schema wat ze hebben. Dat is volgende week Flavor Boys. Dan is het 12 mei, je eerste ronde na komt is je ACV uit. Dan ging je voor de beker op de 16e. En dan was het noem maar op. Uiteindelijk zat je, als je alles goed zou afsluiten, zou je op 6 of 13 juni afgelopen zijn. Nou, nu hadden de jongens van trainer, gooi er maar een einde aan hoor, op 16 mei. Oké, nou, ik wil je in ieder geval van harte feliciteren. Volgende week, dan gaat het gebeuren, hè? Dan get it on! En hier ook, Jan. Ja, wat wil je dat ik zeg? Wat wil je dat ik zeg? Ja, get on! Volgende week. Oké, dames en heren. Trainers, bedankt. Geweldig. Oké, succes volgende week.